De term mantelzorg staat voor shit. Leuk weetje, mantelzorgers zorgen voor 75% van de zorg thuis. Heeft iemand een doekje? Dank je. En dat levert dus heel veel besparingen op. En dat is handig voor de zorg. Want met al die personeelstekorten is het natuurlijk heerlijk als je al die mantelzorgers lekker in kunt zetten. Ho ho, inzetten? Zijn mantelzorgers soms een nieuwe app of een handige gadget die je uit een laadje trekt? Mantelzorgers zorgen voor hun naasten uit liefde en toewijding. Dus als je ze meer zou willen inzetten, dan ga je er zomaar van uit dat ze niet genoeg doen. In plaats van het te hebben over inzetten, kunnen we het misschien hebben over samenwerken. Laten we ze waarderen en ondersteunen. En ze vragen te helpen op hun sterke punten. Aandacht en liefde voor de cliënt. Zodat jullie samen kunnen zorgen. Dus de volgende keer dat iemand jou vraagt om een mantelzorger in te zetten, geef dan aan dat het geen hulpmiddel is dat je uit een laadje trekt. Mantelzorgers zijn geen medewerkers, maar samenwerkers.